De staat gaat een bedrag van 98 miljoen Amerikaanse dollar lenen bij de Chinese Eximbank ten behoeve van Telesur. Het staatsbedrijf komt zelf in met een eigen bijdrage van 17,8 miljoen US dollar. Om dit mogelijk te maken keurde het parlement gisteren met 28 stemmen voor en 10 tegen de ontwerpwet, houdende machtiging aan de minister van Financiën tot afwijking van het obligoplafond voor de staatsschuld goed. Afhankelijk was in het wetsvoorstel opgenomen dat de staat een bedrag van 115,8 miljoen zou lenen bij de Chinese bank. Na beraadslagingen is uiteindelijk met 25 stemmen voor en 6 tegen de wijziging geamendeerd. We voeren nu terug naar de DNA-vergadering van gisteren, waarbij de verschillende parlementariërs hun stem motiveerden. We starten met Pechaya Luhur parlementariër William Baidu, die zich onthield van stemming. Ik vind het echt jammer dat onze trots vandaag, Telesur, hier openbaar behandeld wordt. Indien de regering en vooral het parlement, leescoalitie, zich kritischer deze regering zou begeleiden, zouden we vandaag niet hier staan om onze trots te bespreken in het openbaar. Zou Telesur in staat moeten zijn in alle stilte deze lening te nemen, omdat het veel voordelen heeft via de regering. En ik vind het echt jammer dat we zo ver moeten zijn. En daarom ben ik ook blij, voorzitter, dat de minister van TCT hier mijn bezorgdheid heeft weggehaald dat Telesur niet wordt verkocht. Ik denk niet dat leden tegen voldoen aan de klantenbehoeften zou kunnen zijn. Ik denk niet dat leden tegen economische groei in vrijwel elke sector zou kunnen zijn. Ik denk niet dat leden tegen distance learning, e-metering, e-payment, safe city, e-health kunnen zijn. Ik denk niet dat leden tegen stabiel en kwalitatief netwerk, waar de storingen voor een klant sterk verminderd worden, kunnen zijn. Ik denk niet dat een lid tegen future-proof netwerk gericht op internationale ontwikkelingen kan zijn. Ik denk niet dat een lid tegen toename van werkgelegenheid, bijvoorbeeld bij callcenters, kan zijn. Ik denk niet dat een lid tegen aanbieding, bundeling van diensten kan zijn. Ik denk niet dat een lid tegen aantrekkelijk maken van het investeringsklimaat ten behoeve van ITC-industrie kan zijn. Ik denk niet dat men tegen toename van wholesale capaciteit en services nationaal en internationaal kan zijn. Ik denk niet dat aanbieden van innovatieve diensten, dat men daartegen kan zijn. Telesur heeft mijn hart en ik sta natuurlijk achter de manier waarop men het stuk ontwikkeling wil realiseren. Alleen als Telesur in staat was om rechtstreeks de middelen te vergaren, zou ik het prima vinden. Het probleem is echter dat het vertrouwen in deze regering met betrekking tot leningen niet aanwezig is. En dat is de reden waarom wij vinden dat we hier niet achter kunnen staan. Dank u wel. Wij van de ABOP-fractie gaan tegen deze wet stemmen. Wij hebben meerdere keren onze grote zorgen uitgesproken over het grote aantal leningen dat de regering aangaat, voorzitter. Waardoor het lijkt dat een bepaalde groep nog even wil genieten van het leven. De rekening wordt neergelegd bij de toekomstige generatie van Suriname, voorzitter. Er zijn door verschillende leden van uw college vragen gesteld wat het beleid is van toekomstige leningen op basis van de machtigingswet. Ik kan u aangeven, voorzitter, deze vraag is gisteravond ook gesteld. En het is goed om het vandaag nog eens te benadrukken. Tot op dit moment heeft de regering alleen het wetsvoorstel dat nu onder uw hamer ligt in behandeling genomen, bekeken. En vanuit de regering hebben wij op dit moment geen enkel ander beeld van eventuele andere leningen die in de nabije toekomst gesloten zullen worden, voorzitter. Een vraag die ook eerder in de ochtend is gesteld. Wat het overal percentage is ten opzichte van het totaalplafond van 60% voor leningen. De voorlopige stand van de staatsschuld per december 2016 is 34,56%. Dat is de stand per december. Buitenlandse schuld.
De verdere schuld wordt beïnvloed door trekkingen en aflossingen die gepleegd zullen worden. Dalian 4 en telesuurleningen worden niet in één keer getrokken, voorzitter. U zag achterin volgens de DNA-leden William Waidu, Amzat Abdul, Karel Breeveld, Marinus B. en de minister van Financiën ad interim, Steven Reliefeld. Ze spraken gisteren in het parlement tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende machtiging aan de minister van Financiën tot afwijking van het obligoplafond voor de staatsschuld. De staat mag nu een lening van $98 miljoen sluiten bij de Chinese Eximbank. Het geld zal weer geleend worden aan Telesuur, die daarmee het nationaal breedbandplan zal uitvoeren. Het bedrijf komt zelf met een bedrag van $17,8 miljoen. Het plan houdt onder andere in dat er hogere internetsnelheden zullen worden aangeboden aan de Surinaamse consumenten.